Añoranza is eigenlijk... Het Portugese saudade is veel bekender dan het Cubaanse añoranza, maar er is een overeenkomst tussen beiden. Is dat het een woord is dat lokaal gebruikt wordt om een gemis uit te drukken. En añoranza wordt in Cuba heel vaak gebruikt. En het is niet vertaalbaar, maar het drukt een gemis uit naar een plaats waar dat je nooit geweest bent. Dus het is heimwee naar ongekende plaatsen. En daarin wordt vaak verwezen naar het verbod om naar het buitenland te gaan. Of heel veel mensen hebben hun familie in de jaren 80 naar Miami zien gaan. Want Fidel heeft op een gegeven moment de grenzen opengezet en gezegd, kijk, als je wilt vertrekken, vertrekt. Maar dan zijn heel veel mensen vertrokken. Waaronder ook alle familieleden van een van de personages Ernesto zijn allemaal naar Miami verhuisd. En hij in de film is ook heel hard bezig met Amerika en de droom om ook ooit zelf naar Amerika te gaan en zich daar bijna op voor te bereiden. Alhoewel dat je denkt dat je als kijker ook wel weet en ik ook dat hij nooit tot in Amerika zal geraken. Maar die droom houdt hem levend, de droom van Amerika. En añoranza is iets wat in die context ook vaak gebruikt wordt. Naar de mensen die zijn gebleven en die een heimwee hebben op het einde van hun leven. Naar die plek waar dat ze nooit geweest zijn. Maar wel op een of andere manier iets hebben achtergelaten of iets hebben doorgegeven. En de drie personages hebben elk een eigen vorm van añoranza. En ik denk dat Carmelo heeft die naar de revolutie. Carmelo is 92 jaar. Op het moment dat de film gedraaid was Carmelo 92 jaar. En die vecht nog steeds voor de revolutie. Die gaat nog steeds gaan prediken. En die heeft een añoranza voor dat moment, 50 jaar geleden. Zoals dat Louis een añoranza heeft voor zijn vrouw. Waarvan dat hij enkel nog de herinnering heeft hoe zij was als ze 20 jaar was. En hoe dat de dingen veranderd zijn of geëvolueerd zijn, dat doet er allemaal niet toe. Maar het is die añoranza, het is dat moment waar ze ergens hebben achtergelaten in de tijd of op een plaats, dat hen laat dromen. En waar ik veel van geleerd heb. Van dat dromen, van het niet hier en het nu, maar ja, mijmeren. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.